Wakker worden met mijn prins. Wakker worden met mijn prins. Wil je een dikke zoen? Je bent zo schattig, hè? Yeah, I love you. I love you, boei. Hé, kus. Goedemorgen. Mijn vrienden. Ja, mijn vrienden. Hallo allemaal. Toen wij hier kwamen wonen, toen hebben we deze boompjes geplant. We zijn er nu 3 jaar. Moet kijken hoe hard ze gegroeid zijn. En ik snoei ze ook. Mooie oogst. Tobby is ook mee. Die rolstoel heeft wel wat te lijden zo, hoor. Ik ga drijven die rolstoel. Lekker zo! En daarom moeten dus die noedel eraan. Weet je wat dat is? Ja, heel veel namen hebben die dingen. Zo'n schuimritband, zeg maar. Yeah. En die doe je er dan op, zodat hij goed blijft drijven. Aha. Dat hij recht blijft. Maar hij moet gewoon niet te diep gaan, dat is zo goed. Ja, en hier deed ik altijd met Bowie oefenen. Dan ging ik altijd met zwemvestje en dan de hele tijd hierheen en weer lopen, want het is heel ondiep. Ja. En dan trainen. Mm-hmm. Ja, uiteindelijk kwamen we er wel achter dat hij nooit kon gaan lopen met die benen. Dus nu zijn ze dan geamputeerd. Maar ja, hij loopt wel. Ja. Ook al zijn zijn benen maar half. Ja, ja, dat zie je. Ook als hij gaat krabben, dan doet hij ook nog. Ja, hij krabt gewoon ook met hele benen. Maar hij is veel handiger zo, hoor, zonder die lange benen. Ja, lekker. Ja, maar anders die slungeren erachteraan als hij er niet kan. En die knieën waren ook overstrekt, dus dat was allemaal helemaal zat zo, zeg maar. Lekker echt om je Santi. Ja. Ze waren wel echt op mijn eigen soort rennen. Ja, op een gegeven moment. Hij is al lang niet meer mee geweest, Tommy, dus hij heeft geen goede conditie. Maar hij wordt vierkant. Ja. Want Tommy komt er altijd bij staan als ik Bowie verschoon. En dan moet ik best veel belonen. Maar ja, als ik Bowie beloon, krijgt Tommy ook. Maar ja, hij is echt dik aan het worden. Dikker te worden, hè? Maar ja, het is lastig om hem mee te nemen. Want eigenlijk moet hij door één iemand geleid worden. Ja. Omdat hij natuurlijk bijt. Mm-hmm.
bank hangen met Bowie. Lekker vlogjes kijken in de pauze. Hey Bowie. Eefje, ga jij een stout Eefje? Nee. Dit zijn de stompjes van Bowie. In het gips. Zijn linker. Dit is de buiten, dit is de binnenkant. Die streepjes zijn zodat ze kunnen kijken of het goed zit. Dus dat het aansluit. En dit is een andere voetje. Rechtsachter. En morgen gaan ze dus mee in dit doosje naar Nederland. En dan vanuit Utrecht naar Kaan. Deze geven we natuurlijk mee. Dat is voor Suzanne. Oh, dit is Eefje. 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 Hallo. Eefje, ben je dezelfde Eefje? Ja, dat is dezelfde. En hier is Bella. De dag dat ze binnenkwam. Hier is Eefje met Bella. Jippie. Jippie. En die geven we mee voor Kaan. Ze ligt klaar voor morgen.